Oké, okay, deze video is de zesde in de reeks over elektriciteit voor HAVO Natuurkunde Bovenbouw. Deze gaat over opwekking en transport van elektrische energie. Opgave 25. Er zijn vier centrales besproken waarin grootschalige elektrische energie wordt opgewekt. Noem van elke een voor- en nadeel. Nou, hier staan de centrales, hier staan de voordelen en hier staan de nadelen. Ik denk dat jullie allemaal kunnen lezen, dus ik ga weten, het zijn beetjes. Mashiat is milieubewust en gebruikt een oplaadbare 1,2 volt batterijtjes in zijn fiets achterlicht. Hij wil twee batterijtjes opladen met zonne-energie. Daarvoor gebruikt hij een speciale oplader met twee zonnepaneeltjes. Eén paneeltje levert een spanning van 1,2 volt. Teken in de figuur 6,9 verbindingen, zodat de twee zonnepaneeltjes de twee batterijen kunnen opladen. Oké. Okay. Nou, dit is een manier om dat te doen. Je legt de batterijen in serie. Dat moeten ze samen 1,2 volt plus 2,2 volt is 2,2 volt maken. En je legt de zonnepaneeltjes ook in serie. Die leveren ook allebei 1,2 volt plus 1,2 volt is 2,4. Dat is precies wat nodig is. Wat volgens mij ook kan, is dat je alles parallel zet. Dus dan moet je natuurlijk deze wel omdraaien, zodat de plussen op elkaar worden aangesloten en de minnen worden ook op, en dan krijgen ze allemaal 1,2 volt. En dat werkt natuurlijk ook. Dus volgens mij kan dat ook. Moet je deze omdraaien dus. Hè? Plus boven, min onder. Oké, okay, elk batterijtje heeft een capaciteit van 800 milliampère uur. Dat betekent dat het batterijtje gedurende 1 uur 800 milliampère aan stroomsterkte kan leveren en daarna leeg is. Ja, of 2 uur 400 mA enzovoort. Hè. Het batterijtje kan echter ook 1000 mA leveren gedurende een half uur. 1600 zal zijn, ja. Of 400 mA gedurende 2 uur, ja. Oké. Okay. De maximale stroomsterkte die een zonnepaneeltje kan leveren is echter 90 mA. Bereken dan hoe lang het langer duurt om twee batterijen op te laden. Nou, de tijd nodig die is evenredig met de stroomsterkte. Dat geldt dat de capaciteit van de batterij is de stroomsterkte, maar de tijd, de capaciteit is 800 mA. De stroomsterkte is maximaal 90 mA. Nou, dan vul je die twee in. 800 en 90. Dan, hier vind je dan door 800 te delen op 90, dan kom je op 8,9 uur uit. Ook in figuur 66, hier zie je het schema van de oplader met de twee zonnepaneeltjes en de twee batterijtjes. Ook is een diode getekend, die is van belang als er een wolk voor de zon schuift. Leg dit uit. Nou, als de wolk voor de zon schuift, dan valt natuurlijk minder licht op het zonnepaneeltje en geeft die ook minder spanning natuurlijk. Die kan dan wel eens lager worden dan de spanning over de batterijen. Dan gaan de batterijen zich ontladen over deze zonnepanelen heen. Dat lijkt me niet de bedoeling. Ja? Nou, en deze diode die zorgt ervoor dat de stroom niet van de batterijen terug kan lopen naar de zonnecellen en dan zo terug. Omdat zit in de sperrichting. Hè? Er kan geen stroom deze kant op lopen. Er kan alleen maar stroom deze kant op lopen. Oké. Okay. 27. In de Noordzee is een windmolenpark gebouwd. Bekijk 4661. Nou, dat is hier. Dat is deze. Oké, okay. Gemiddelde windsnelheden voor het land. Leg uit met behulp van 4661 waarom dat je kiest voor een windmolenpark in zee. Nou, daar is de windsnelheid hoger dan op het land. En dan geef je meer energie bij. Kijk hier de blauwe en de lichtblauwe. Daar is de snelheid het hoogst. Groen gaat ook nog wel hier in de oostkant van het land zijn de snelheden allemaal minder, is het minder gunstig. Een windmolen, in de windmolen zit een generator, die bewegingsenergie van de wind omzet in elektrische energie. De energie van de lucht die per seconde op een windmolen afkomt, heet het vermogen van de lucht. Ja, energie per seconde is vermogen. Voor het vermogen geldt de formule, het vermogen is een half maal rho maal a maal v in het kwadraat. Nou, dat is de dichtheid van de lucht, oppervlak van de cirkel, en de windsnelheid met de eenheden erachter. De wieken van de windmolens maken een cirkel met een diameter van 60 meter. Daar kun je oppervlakte mee uitrekenen. De windkracht 6 is dus windsnelheid 43 km per uur. Een meter per seconde maken. Misschien
De windkracht, breken het vermogen van de lucht voor deze situatie. Nou, hier heb je de formule nog een keertje. Een half maal dichtheid maal oppervlak maal snelheid in het kwadraat. De dichtheid van de lucht kun je opzoeken in de binnenste wel 12. Die staat hier. Oppervlak kun je uitrekenen met 1/4 maal pi maal d kwadraat. Dus 1/4 maal pi maal 60 in het kwadraat. 2870 vierkante meter. De snelheid is 43 km per uur. Deel door 3,6 geeft 11,4 meter per seconde. Nou, dat vul je dan allemaal in. Een half maal de dichtheid. Maal 1,239 maal de. Sorry, dit is de maal oppervlak. Ja, 2870 maal de snelheid. 11,94 in het kwadraat. Geeft dan 3,1 maal 10 tot de zesde. Watt, oftewel 3,1 megawatt. De wieken. Kijk, je maakt een cirkel. Dat hebben we al gedaan. We hebben het nog niet gedaan. Nee, we hebben het nog niet gedaan. Maar een diameter van 60. Ja, we hebben het wel gedaan. Bij het passeren van de windmolen neemt de snelheid van de wind af. Het vermogen dat de wind daarbij afgeeft aan de windmolen hangt af van de windsnelheid voor en achter de molen. Het verschil hiertussen moet niet te klein, maar ook niet te groot zijn. Het vermogen is optimaal als de windsnelheid afneemt met een derde deel. Bereken hoeveel procent van het vermogen van de lucht dan wordt afgegeven aan de windsnelheid, aan de windmolen. Het vermogen is een half maal de dichtheid maal oppervlak maal de snelheid in het kwadraat. Die zijn allemaal hetzelfde voor en na de windmolen, behalve de snelheid in het kwadraat. Die verschilt natuurlijk. Nou, de snelheid van de windmolen is 3 keer zo klein na de molen. Of je kan ook zeggen de snelheid voor de windmolen is 3 keer zo groot dan en na. Alles is allemaal hetzelfde. Dus het vermogen na de windmolen is 3 in het kwadraat, is 27 keer zo klein als ervoor. Of je kan ook zeggen het vermogen voor de windmolen is 27 keer zo groot als erna. Nou, 1/27 deel, dat is de uitrekening, maal 100%. En die breuk is 3,7%. Wordt het dan dus afgegeven aan de windmolen. De geschatte energieopbrengst per jaar van het windmolenpark is 1,1 x 10 tot de 9e, is dat volgens mij megajoule. De gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt jaarlijks 1,0 x 10 tot de. Ik ga het even in het boek opzoeken, want dat is moeilijk te lezen. Kilowatt aan elektrische energie, even die waarde opzoeken. In een iets leesbaarder formaat. Even kijken, 27. 1,1 x 10 tot de 9e megajoule en 4,0 x 10 tot de 3e kilowattuur. Oké, goed zo. Moeten we nou even kijken. Berekenen hoeveel huishoudens volgens de inschatting op het windmolenpark kunnen draaien. Het aantal is natuurlijk de totale energie gedeeld door het totaal per huishouden. Totaal is 1,1 x 10 tot de 9e megajoule, is 1,1 x 10 tot de 15e joule, want mega is 10 tot de 6e. Die komt hierboven. De 1 per huishouden is 4,0 x 10 tot de 2e kilowattuur. Daar maken we joule van. Door te vermenigvuldigen met 3,6 x 10 tot de 6e. 1000 en van de kilo en 3600 van de seconde in de uur. Is dan 1,4 x 10 tot de 10e. En die komt hieronder. En die deel je dan op elkaar. Dat gebeurt hier. Nou, dat zijn dan 6,7 x 10 tot de 4e huishoudens. Dus zeg maar 76.000. Als gewoon getal gezegd, de door het park geproduceerde elektrische energie wordt echter toegevoegd aan het elektriciteitsnet waar op de huizen zijn aangesloten. Noem twee argumenten waarom de huizen op de elektrisch net zijn aangesloten en niet rechtstreeks op het windmolenpark. Ja, als er te weinig energie is, dan hebben ze in huis natuurlijk een probleem, want dan heb je het, dan kunnen allerlei apparaten kunnen niet draaien. En dan is het dus. Dat is als bijvoorbeeld als er te weinig wind is. En zeker is dat een probleem natuurlijk tijdens piekuren. Hè? Dus ochtends in de wind, als iedereen gaat ontbijten en 's avonds als iedereen thuis is, met name in de winter natuurlijk. Dus dan is er ook te weinig energie beschikbaar. En welke nadeel is, als er een overschot aan energie is van de windmolens, en dat staat niet op de elektriciteit aangesloten, ja, dan wordt het, is het eigenlijk gewoon verlies. Dus oké. 28. Een zonnecel zet stralingsenergie om in elektrische energie. Sommige zakrekenmachines werken op stralingsenergie. In figuur 6-2-6 is op zware grootte zo'n rekenmachine afgebeeld met bovenaan het aantal zonnecellen 1, 2, 3, 4. De zonnecel van dit type rekenmachine werkt vanaf een lichtingsterkte van 1,2 watt per vierkante meter. Het elektrisch vermogen is dan 0,40 megawatt. We berekenen het rendement van de
de zonnecel. Nou, dan moet je eerst natuurlijk eerst weten hoeveel vermogen de zonnecel levert. Dat is 1,2 watt per vierkante meter. Dan moet je het aantal vierkante meters bepalen. Nou, als je dit opmeet, is het 7,2 bij 1,3 centimeter. Dus het oppervlak is 9,36 vierkante centimeter. Dan moet je vierkante meter van maken. Moet je delen door 100, nog een keer delen door 100. Dan krijg je dus 9,46 × 10⁴. En dat vermenigvuldig je dan met 12 watt per vierkante meter. En dan krijg je dus 1,12 × 10²² watt. Oké. Het rendement bepalen dan. Wat er ingaat en... wat er nuttig is en wat er in te gaat, maal 100%. En eruit komt 0,40 milliwatt. Dus dat is 0,40 × 10³. En erin gaat 1,12 × 10². Die hadden we net uitgerekend. Nou, die deel je op elkaar. En vermenigvuldig je met 100 krijg je 3,6%, zeg maar. Als je het rendement berekent zonder procenten, dan krijg je dus als antwoord 0,036. Oké, opgave 29. In een dorp ligt in de buurt van een elektriciteitscentrale. De kabels van de centrale naar het dorp hebben een weerstand van 1,6 ohm. Zie figuur 663. Oké, dat is deze. De elektrische apparatuur van dit dorp vraagt op een gegeven moment 9,5 × 10⁷ watt aan vermogen bij een spanning van 230 volt. De spanning UCD, dat is hier, is 3,8 × 10⁵ volt. En die moet natuurlijk worden omgezet naar 230 volt. Oké, toon aan dat de stroomsterkte in de hoogspanningskabel gelijk is aan 2,5 × 10². Ampère. Nou, je weet de spanning hier, die is 3,8 × 10⁵ volt. Je weet het vermogen, dat is 9,5 × 10⁴ watt. Dat stond, waar staat dat? Heb ik gelezen. Dat staat, even kijken. Hier, deze, ja. Oké, dan kun je de stroomsterkte berekenen. Vermogen is spanning maar stroomsterkte. Je vult ze allebei in. 3,8 × 10⁵ en 9,5 × 10⁷. En nou, die moet je dan op elkaar delen. Dan krijg je 250 ampère als uitkomt. 3,5 × 10². En dat moesten we aantonen. Oké. Toon aan dat het verlies aan vermogen in de hoogspanning gelijk is aan 1,0 × 10⁵ watt. Oké. Het verlies van vermogen betaal je met de stroomsterkte door de kabels en de spanning over de kabels. En de spanning over de kabels breek je de wet van ohm. Oké. De stroomsterkte door de kabels die is 2,5 × 10². De weerstand van de stroomkabel was 1,6 ohm. Die staat hier. Nou, de spanning is dan vermenigvuldigd met elkaar. 400 volt. Het vermogen wat je dan verliest is die 400 volt maal de stroomsterkte. 2,5 × 10². Is dus 1,0 × 10⁶ watt. En dat moesten we volgens mij ook uitrekenen, aantonen. 1,5 × 10⁵ watt, pardon. En dat moesten we ook aantonen. Dus dat klopt allemaal precies. Oké. Dit zou trouwens ook met de vermogens IQ dan maar kunnen volgens mij. Maar goed, dit is prima. C, toon aan dat het rendement van een energietransport bijna 100% is. Oké, het vermogen na en het vermogen voor. Het vermogen na is gegeven, 9,5 × 10⁵ watt. Het vermogen vooraf is 1,0 × 10⁵ watt. En die zijn allebei al eens een keer eerder rekenen hier. En die andere die was gegeven, dat is deze. 10⁷ is dat trouwens, en dit is 10⁵. Volgens mij, oké. Oké, voor is dan de optelsom van die 2, 9,5 × 10⁴ watt. Oké, en de uitkomt 9,5 × 10⁵. Nou, dat is bijna hetzelfde, hè? Als je die op elkaar deelt. 9,5 × 10⁵ en 9,51 × 10⁵. Maar 100%, 99,9 mag je wel op 100 afrekenen. Ja, dus er is bijna geen verlies onderweg. En dan komt er dat ik alleen dit kleine beetje verlies heb. 1,0 × 10⁵ is natuurlijk heel klein ten opzichte van die 9,5 × 10⁷. Goed, gaan we verder met opgave 30. Op een oplaadbare batterij staat behalve spanning ook capaciteit vermeld. De capaciteit van een batterij is het product van de stroomsterkte en de tijdsduur waarin de batterij deze stroom gaat leveren.
Een batterij met een capaciteit van 1000 mAh kan gedurende 1 uur 1000 mAh aan stroom leveren. Daarnaast de batterij leeg. Je kan ook echter 2000 mAh leveren, maar dan gedurende een half uur of 500 mAh gedurende 2 uur. Okay. Op een laadbare batterij staat 1,24 volt en 2700 mAh. De batterij zit in een elektrische klok en de batterij is na 2 jaar leeg. 2,0 jaar. Laat zien dat de stroomsterkte tijdens het gebruik gelijk was aan 1,5 x 10 tot de min 4 ampère. Oftewel, dat is 15 mA. Oké, okay, nou dat geldt dus. De capaciteit is de stroomsterkte maal de tijd. De capaciteit is 2700 mA. De tijd is 2 jaar. Daar maak je seconden van. Maal 365 maal 24. Nee, daar maak je uren van, pardon. Is 1,75 x 10 tot de 4e uur. En dan krijg je de stroomsterkte in mA. Nou, invullen, dat is hier gedaan. 2700, 1,75 x 10 tot de 4e. I is dan nog enige over. Dan moet je die twee zo op elkaar delen. 2700 gedeeld door 1,75 x 10 tot de 2e. Nou komt uit 0,15 ampère. Dat staat hier niet. Milliampère, sorry. Als je daar een ampère maakt, moet je nog delen door 1000. Dus dan wordt het 0,000015 ampère. Oftewel 1,4 x 10 tot de min 4e ampère. Bereken hoeveel het energie de batterij in die 2,0 jaar heeft geleverd. Dat is het, de energiekurve rekenen met vermogen maal tijd. Die moet je, eerst even vermogen bepalen. De spanning was stroomsterkte, 1,24 volt was gegeven in het verhaaltje hier. Ik weet niet precies wat, hier staat het. En de stroomsterkte hadden we uitgerekend als 1,5 x 10 tot de min 4 ampère. Die heeft mijn volgende met elkaar, dat gebeurt hier. Krijg je 1,86 x 10 tot de min 4 watt. Oké, die stop je in het vermogen daar, de tijd. Hebben we al eens een keer omgerekend naar uur, maar nu doen we maal seconden. Dat gebeurt hier. 20 maal 365 maal 24 maal 3600 is 6,31 maal 10 tot, ik kan het niet goed lezen, zoveel seconden. Die vermenigvuldig je met elkaar. En dat gebeurt hier. Het vermogen en de tijd is 1,17 maal 10 tot de 4e joule. De prijs van 1 kWh. Van elektriciteitsbedrijf is 0,21 eurocent. 1 kilowatt uit een batterij kost veel meer. De batterij zelf kost 2,50 euro. Bereken hoeveel euro het kost om dit soort batterij 1 kilowattuur aan energie te laten leveren. Oké. Nou, de totaalkosten bereken je uit de kosten voor 1 kilowattuur en de kosten voor het aantal batterijen dat nodig is om 1 kilowattuur aan energie te kunnen leveren. Het aantal batterijen bereken je uit de energie van 1 kilowattuur en de energie opgeslagen in 1 batterij. Nou, dan gaat eerst het aantal. Is de energie totaal gedeeld door de energie van een batterij. Nou, in totaal 1 kWh is 3,6 x 10 tot de 6e joule, dat is bekend. De energie van een batterij is 1,2 x 10 tot de 4e joule. Antwoord vraag A of B. Mooi, die deel je op elkaar, dat gebeurt hier, heb je 300 batterijen nodig. Oké, dus de totale kosten zijn 21 eurocent, plus 300 maal 250 van batterij maal 250. Is 750,21 euro. 7,5 x 10 tot de 2e euro is dat. Oké. Dat is wel veel, hè? Oké. Een reden om het gebruik van batterijen te beperken is dus de kostbaarheid van 1 kWh. Noem een andere reden om het gebruik van die batterijen te beperken. Er zitten natuurlijk nogal wat exotische grondstoffen in die zeldzaam zijn. En als je ze weggooit, dan is dat ook nog eens een keer chemisch afval. Dus dat is een nadeel. Ga naar opdracht 31 in tabel 6.4 staan de energieeenheden van een lithiumbatterij en van benzine. Beide energiebronnen worden gebruikt in auto's. Om ze goed te vergelijken moet je dezelfde eenheden gebruiken. Nou, A zoekt de dichtheid van benzine op. Dat kun je gewoon doen in de tabel. Binus 11, 0,72 x 10 tot de 30 kg per kubieke meter is dat. Bereken dan de stookwaarde van benzine uitgedrukt in megajoule per kilogram. Oké. Ik heb wel even toegevoegd, die zat er nog niet in. We gaan even terug naar B. Bereken de stookwaarde van de benzine uitgedrukt in megajoule per kubieke meter. Oké. Gaat hier de hoeveelheid energie kun je vanwege met vermogen en de tijd. Sorry, deze verkeerde opgave. De volgende tabel heeft de verbrand van. We zien 33 maal 10 tot de 6 megajoule per kubieke meter op. Dat staat hier. Ja. Oké. 1 kubieke meter heeft een massa van 0,72 maal 10 tot de 5 kilogram. Zie je A. Oké.
Dat, ja, kun je dat ook weer aangedaan. De verbranding levert dan op die 33 watt 10 tot de 6e megajoule gedeeld door 0,2 seconden, maar 10 tot de 3e megajoule, ja, kilogram. Het is megajoule per kilogram, dus daar hou je alleen maar megajoule over. 35 maal 3, 80 megajoule per kilogram, of wel 46 megajoule per kilogram. Oké, de energiedichtheid van benzine is veel groter dan die van een lithiumbatterij. Je zou dan de conclusie kunnen trekken dat rijden in een elektrische auto met batterijen niet verstandig is. Geven argument wordt omdat het toch populairder wordt. Ja, dat geeft natuurlijk geen luchtverontreiniging op de plaats waar de auto rijdt. Die energie moet natuurlijk wel weer ergens gemaakt worden. Maar daar is misschien de luchtverontreiniging makkelijker te controleren dan buiten op de auto, openbare weg, zeg maar. Oké, dat was het. We zien dan even terug om op die 1 kubieke meter heeft een massa van 0,72 van 10 tot de kilogram. Van vraag A, dat is natuurlijk dat is gewoon de dichtheid. De massa van een kubieke meter is de dichtheid, hè, in kilogram per kubieke meter. Dus deze waarde is dezelfde als die waarde en die komt hier in de berekening terecht. Oké, dit was het echt.